zitten ze op de radio van het is weekend te zingen. En het is nog altijd geen weekend hoor, het is nog maar donderdag hoor. Dus welkom nog eens op een vlog van donderdag 6 oktober, dacht ik dat het vandaag was. Ja, ik heb mijn gsm wel bij, dus ik ga eens kijken als vandaag 6 oktober is. En ik heb gelijk, het is 6 oktober, dus donderdag 6 oktober is de vlog. Doe zeker al een likeske, blauw duimpje omhoog en abonneer je zeker op mijn channel, want daar komen nog sowieso veel vlogs aan. Ik ga nu mee beginnen klaar te maken voor gaan te werken. Voor de rest, ja, ik ga weer ook wat kleren ophangen. En dan ja, zit de werktijd er weer al, dan weer al er bijna op. En nu ga ik me klaarmaken voor te beginnen. Salukes. Sommige chauffeurs hebben echt geen geduld om te wachten voor een verkeerslicht. Kijk, ik moet op een afslagstrook en zwaar mee aan proberen al aan voorbij te steken aan die kant. Voilà. Dus de werkdag zit erop. Oh, redelijk wat probleempjes gehad. Ja, ik bedoel, niet van mij uit. Maar, hoe moet ik het zeggen? Oh, daar beginnen ze al te sms'en. Kom je aan vandaag of niet? Nee, ik kom niet af. Uw boek is gesloten met een dubbele, met een trippel, met een... Allee, zeg het. Quattro slot erop. Echt waar. Ik stop er gewoon mee met jou, Lisa. Echt waar. Echt, echt, echt. En dat was juist mijn collega, mijn ploegbaas, die achter mij rijdt. In de bubbelauto. Ja, het is red, red, red. Voilà, mijn eigen liedje. Red. En ik ben vergeten sigaretten gaan te kopen. Loemkieke van mij. Maar ik ga nu dus dan naar de dag/nachtwinkel. En dan ben ik pas richting thuis aan het rijden. Voor de rest, ja, shit, ik heb hier nu geen sigaretten. Dus normaal gezien rook ik altijd eentje. Als ik... Als ik aan het rijden ben. Voilà. Ik zet altijd mijn pinker op als ik van rijstrook verander. Dat doen dus ook te weinig chauffeurs. Dus ik hamer erop. Als je ooit een rijbewijs gaat halen of je hebt een rijbewijs, gebruik je aanwijzers. Welke kant dat je op gaat. Gaat jij naar een andere rijvak, zet dan nieuwe aanwijzingspinkers aan. Of hoe jullie dat ook noemen. Dat jullie van reis ook veranderen. Dat is ook veel veiliger, want ik heb eens al eens gehad dat ik er bijna tegen een andere auto zat die in één keer up, van reis ook veranderen zonder aanwijzingspinker aan te zetten. Aanwijzing of de pinker. Kijk, nu ga ik dus weer naar een andere reis ook. Klik. Hoorscher, tik, tik, tik. En ik ben nu al op een andere reis ook. En kijk, en nu ben ik voor, heb ik voorbij gestoken, nu doe ik het terug. Wordt het? Voilà. Maar nu ga ik weer al jullie laten. Opnieuw naar een andere rijstrook worden. Voilà. En ik zit op de andere rijstrook. Nee, dus ik ga nu nog even naar de winkel toe om een koopprogramma te doen. Sigaretten natuurlijk, want dat is mijn inkopen. En dan ga ik ook al beginnen te kijken als ik mijn computer ga afrekenen al voor morgen. Dat moet ook al gebeuren.
Want ik ga morgen eten in de resto. Van de resto ga ik nog zien als er even iets anders nog te doen valt. Na de resto ga ik nog zien wat te doen valt. En dan wat er te doen valt, daarna ga ik richting Sugarland. Want dat is morgen al, Sugarland. En daar komen 366 gamers op af. Daar ben ik echt heel blij om. Het zit vol. Proficiat Sugarland. Omdat jullie, 10e editie is niet een echte geslaagde editie geweest. Maar toch hebben jullie een goede indruk achtergelaten. Ook op mij. Ik geef dat eerlijk toe. En daarom dat ik ook naar jullie evenement ook ga blijven komen. Ja, blijven komen, dat weet ik nu nog niet 100%. Maar tot nu toe nog altijd wel, dat ik het nog altijd leuk vind. Maar ik ben wel verminderd dan naar gaming evenementen toe. Kijk, en nu kan ik niet inslaan. Omwille van, zit hier is een doorlopende lijn. Ik ga niet op de pechstrook. Want ik ga hier inslaan voor mijn sigaretten kunnen gaan te kopen. Kijk, hup. Zit mijn aanwijzingsblinker staat aan. Hup, staat er één. En ik sta af. En opnieuw. Hup, ik ben afgeslagen. En kijk, hè, trek. Hier mogen dus 70. Ik rij ook 70. Kijk maar. Of zelfs iets minder. Ik rij nooit te snel. Ik zit nu op 70. En nu kom ik hier een winkelje tegen. Oh, ik ben al 6 minuten aan het lullen. Hier kom ik ergens een winkelje tegen. Ziet. En nu staat mijn aanwijzingsblinker weer al aan. Als het open is. Ja, het is open. Dus kom maar met ons mee. Ik ga dus lekkere sigaretjes kopen. Voilà. Hup. Even uitdoen. Mijn lichten stonden nog aan. Hup. Goedendag. Dag. Ik ben ook altijd vriendelijk, hè. Hallo. Een L&M van 10 euro, alstublieft. Ja, voilà. Ik ben een vlogger van YouTube. Voilà, dat is 10 euro, hè. Dankjewel, yes. Zeg, maak er nog een prettige dag van, hè. Dankjewel. Ja. Voilà, is dat een heel vriendelijke beheerster van de winkeltje. Daar ben ik echt heel blij om. En voilà, mijn deur is open. En nu ga ik vertrekken naar thuis toe, want het begint al redelijk laat te worden. En ik weet niet wat voor te eten valt. Ik denk frietjes vandaag. Frietjes van de frituur! Yeah, 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 yeah! Allee, ik ga nu in de richting terug. Mijnavond ziet er als volgt uit. De echte verhalen. De buurtpolitie ga ik kijken. Daarna VTM-nieuws. Daarna is het weer. Daarna familie. Daarna safety first. Daarna hallo bij de wegpolitie. Daar kijk ik altijd naar, dat is iets heel moois. En nu staat momenteel even dingen op. De keuken van Sophie. En na hallo gaan we sowieso terugkijken naar de ideale wereld. Dat volg ik ook altijd. En dan eens even kijken als er dan nog iets leuks op programma staat. Maar nee, denk dan. Ja, dank u. Tablet voor dat melden dat de buurtpolitie gaat beginnen. Dus dan is het richting de Doland. En dan ja, ik ga sowieso ook nog zelfs rond een uur of 9, 10 ga ik ook nog mijn pc afbreken. En dan ja, alles ook al onderzetten. Tijdens het nieuws ga ik dat doen, denk ik.
denk dat ik eerst ga eten en dan kom ik terug naar hier toe. We moeten hier toch langs passeren om naar Tine te rijden. En dan... En dan ja... Lalle! Woehoe! Lamparty! Yeah! Woehoe! Nee, het gaat echt heel leuk worden op de lamparty. Dus daar ga ik sowieso weer wat deze week is gebeurd. Dus heb ik weer allemaal mooi bijgehouden. Hier op mijn camera en op mijn computer. Gaan we ook weer al de vlogs al beginnen te renderen. En kijken als het lukt om Ginder dat al online te zetten. Dan komt het ook al online dus. Dus ik probeer altijd in het weekend komen de vlogs online van de week. Ik ga het zo telkens keer doen. Dus ik ga proberen altijd... Dus al mijn beeldmateriaal, wat ik dus film, zet ik op mijn pc. En zaterdag slash zondag ga ik dan eraan werken. En dan zaterdag slash zondag komt die dan de vlogs online. Dus gelijk, de vlogs hebben altijd een datum. Dus ik ga dat altijd zo doen. Dus gelijk, vandaag is het 6 oktober. Nog altijd, hè. Ja, 6 oktober. Dus dan heet de vlog zo, vlog 06-10-2016. Dus ik hoop dat er redelijk wat vlogs gaat aankomen, want ik wil zeker al de eerste playlist toch vol kunnen krijgen. Dat zijn dus 200 dagen dat ik dan moet gaan vloggen. Dus elke dag opnieuw een vlog maken. Elke dag opnieuw mijn camera bij de hand en ook opgeleid en daartegen praten. Tegen de camera. Ik praat eigenlijk tegen de kijkers, naar jullie toe. Voor de rest ja, ga ik dus nu richting TV-land kijken. Want het is nu nog even wel reclame. En dan gaan we beginnen op te ruimen. Dat dan alles al klaar staat voor morgen. Mee te nemen naar de lamparty toe. Ik ga sowieso mijn serverkast meenemen. Ja, mijn tv-kast. Dat is mijn reserve-pc dan. En dan nog mijn hoofd-pc die daar staat dan. Daar achter die beeldschermen. Daar zie je zo wat achteruit komen. Die pc gaat dus dan ook mee. Dus die beeldscherm, nee, die gaat niet mee. Die en die wel. Ook sowieso, als je daar van boven kijkt, staat daar de webcam op. Die gaat ook mee. Dan heb je daar de grote micro, normaal gezien. Daar, de micro. Die gaat dus ook mee. En dan heb je daar mijn harde schijven. Die gaan ook mee. En daar achterin, ik weet niet of je het gaat zien. Nee. Je gaat het niet zien, dus je ziet alleen nu nog maar kabels. Daar staat dus ook nog een PC. PC zei ik niet. Een docking station achter. Die gaat dus ook mee. Mijn headset gaat mee. De Pokémon Marathon. Als hem deze weekend stilvalt. Ik doe sowieso nu al op het donderdag 6 oktober al mijn excuses daarvoor. Ik ga er niet aan geraken. Omwille van zover in de coderingwereld zit ik nog niet. Of in de pc-wereld. Hoe je dat juist dan moet doen om daar toch te kunnen connecteren naar mijn livestream toe. Maar de livestream zal dan wel blijven aanstaan. Maar dan zal je wel elke keer maar dezelfde beeld gaan zien. En dat is ook eigenlijk dat niet de bedoeling. De Pokémon Marathon gaat dan zondagavond dan verder, rond een uur of 8, 9. Dus dan reset ik de stream dan eens even en dan gaat het dan weer al verder. Voor de rest heb ik niet meer verder te vertellen, want de buurtpolitie gaat beginnen. Dus tot de volgende, ciao.